DOS in de eigen hal tegen Blauw-Wit. En we zijn 8 minuten onderweg en alleen Harjan Visser heeft gescoord. Eerder dit seizoen werd het in de laatste seconde een gelijkspel. Blauw-Wit toen aan de gelukkige kant van de score. De 2-0 weer Visser. En hij gaat weer van doorslaggevend belang zijn tegen Blauw-Wit. Direct daarna een aanval, een typische Blauw-Wit aanval. Snel schieten, snel scoren in dit geval Fleur Bleutevogel met de 2-1. Bij DOS trouwens weer Varda de Boer in de basis, net als tegen Groen-Geel. Zij lijkt Marieke Klaver te hebben verdrongen. En bij DOS Hinsbergen niet meer naast Visser om zo de schorsing van Jelmer Jonker op te vangen. Maar dat vak van DOS, dat loopt niet goed. Een laag percentage, Malenstein dan? Nee. Het draait niet daar in dat vak bij DOS. Blauw-Wit is ook niet groots, alleen zij profiteren wel. Koelman met de 3-4. En dan loopt de ploeg uit Amsterdam uit. Even later staat het zelfs al 3-8. Gerard van Dijk in de aanval. Van Dijk van ver tegen Visser. De 3-9. Dan is het tijd voor DOS om het terug te doen. Hoekstra tegen Koelman. Hoekstra met de 4-9. Maakt dan een einde aan een doelpunt. De hoogte van 10 minuten. Wordt het even later 5-9. Als daar Jansen staat te slapen en Petersen kan profiteren. 6-9. Blauw-Wit dan weer in de aanval met Van Dijk. Van Dijk, goede rebound bij Van der Steen. Mag doorgaan van de scheidsrechter. Dat lijkt me opvangen. Ja, terecht de vrije bal. En Koelman dan slim naar binnen. Prima gedaan. Het verschil weer 4. 6-10. Snel de rebound innemen. Door DOS. Van der Steen tegenover Visser. Oeh, die gaat er weer heel makkelijk langs. Goed gedaan. Afleggen. Raak. Doelpunt. Goed gedaan. 7-10. En dat is dan ook de ruststand. Tweede helft. Begint ook met een doelpunt van Visser. Een vrije bal. 8-10. Maar Blauw-Wit toont weer veerkracht. Het wordt 8-11. En hier zelfs, met een beetje geluk, 8-12. Rendel van der Steen. En weer is het Blauw-Wit in de aanval op jacht naar een grotere voorsprong. Via Vissers, daar Van der Steen. Wie gaat het schot pakken? Uiteindelijk is daar de actie van Vissers. En er komt Bleutevogel vrij. Uitstekend gedaan. Fleur Bleutevogel en dan weer 4 verschil. 14-18. Inhaalrace dan bij DOS. En wie is het dan belangrijk? Juist, Vardouw de Boer. Zij maakt er 4 naar rust. Dit is de 15-18. Vrij kort daarna weer de ogen op de Boer. Dit keer een doorloop. 16-18. Nog maar 2 verschil. Dan gaat DOS verder. Weer over de dames. Hinsbergen. Ja, natuurlijk. Die moet je maken. En die maakt zij ook. Uitstekend. 17-18. Nog 3,5 minuut te gaan. Wat is er dan nog mogelijk voor DOS? Nou, niet zo heel veel, denk je. Want het is Koelman met de 20-18. Nog 2 minuten te gaan. Malenstein eruit. Visser erbij. Aanvallende impulsen in dat vak. Vrije bal. Vrije bal. Die gaat binnen bij Hinsbergen. 19-20. DOS op jacht naar een gelijkspel. Eigenlijk zijn de rollen omgedraaid in vergelijking met de heenwedstrijd. Ja, uitstekend verdedigd daar door DOS. En zo krijgen zij nog een kans op de gelijkmaker in de laatste minuut. Nou, wie gaat het doen? 1 aanval nog. Het zoeken naar Harjan Visser. Visser, nee, en die bal gaat er niet in. Krijgt dan Blauw-Wit nog een aanval, ja. Nog 1 aanval voor Blauw-Wit. Van der Steen, van heel ver. Van der Steen en die bal rolt eruit. De allerlaatste aanval voor DOS. Het zoeken natuurlijk naar Harjan Visser tegenover Gerald van Dijk. Wordt het een gelijkspel of gaat Blauw-Wit hier winnen? En het is een gelijkspel. Hij valt binnen. Hij valt binnen. Harjan Visser, hij redt een punt. Is het genoeg om nog mee te gaan doen voor de play-offs? Nou, normaal gesproken niet. Of toch misschien wel. Nou, in elk geval genieten zij volop van dit gewonnen punt. Eerder dit seizoen won Blauw-Wit een punt.
Nu wint DOS er eentje. Oftewel, beide ploegen zijn onderling even goed.